Sam die zit in zijn bedje en Jesse die zit in zijn bed. Vanaf nu, de eerste die in het bed uitkomt, heet het verloren. Oké. Oh, kijk eens. En als je raadt welke het is, dan mag je er eentje voor kiezen. 3, 2. Wil je die hebben? Ja. Wij zijn de ultieme troontje! Ja. Hond of snoep? Tim wil zeggen. Tim! Ik heb op jouw plekje... heb ik een briefje van 5 verstopt. Oh, nee. Onder de knuffels kan het zijn. Jesse is hierboven aan het kijken. We zijn de Triesbusters. Welkom bij een nieuwe video van... De Bakjes! Ja jongens, we hebben vandaag weer een hele vette nieuwe challenge voor jullie. Ik heb de video bedacht. Eigenlijk wou 24 uur op ons bed. Maar kijk hoe laat. Het is al best laat. Dus we gaan best dus daarna dacht papa, dan kunnen we gewoon doen wie de laatste in bed blijft. We hebben 4 dinnen. Jij mag 4 dinnen en ik mag 4 dinnen. En jij hebt een bed en ik heb een bed. Ja, en jullie moeten in je eigen bed blijven. En degene die als langste in het bed blijft, die heeft gewonnen. Sam, die heeft er al heel veel zin in. Oké, jullie krijgen nu een minuut de tijd. Nee, geen minuut. Gewoon 4 producten gaan oppakken. Oké. Okay. Oh, dus het gaat niet op tijd. Oké, okay, iPad. Nou, dat hadden we niet verwacht. Oh, 1 dingetje, Sam. Snoep doen we niet. Oh, eet en drinken niet. Oké. Ballet op! Ballon! Hij neemt een ballon mee. Ik heb heel veel een goede voor jou. Oh. Je Chromebook, want je moet een topografie leren vormen. Oh, nee. Ik slaap al. Sam heeft sinds kort een hele vette nieuwe laptop. Mag je ook binnen weer aan elkaar geven als iets wilt? Dat mag wel zo ook. Oh, ja. Oké, ik neem alle Rubik's cadeaus mee. Oh, daar heb ik nog 2 binnen. 2, 4, 6, 8. Wow. Eerste Sam, die zijn nog even zoeken naar spulletjes. Nou, dit is dus hun kamer, die kennen jullie wel. Deze 3 dinnen, dit telt eigenlijk niet, wist erop. Dit hoort bij de laptop en dat is dan ook 1 ding. Ja, 1 ding, dat hoort allemaal bij de laptop inderdaad. En deze kan ik gewoon opladen, kijk daar. Oh ja, daar is het op. Daar zit ook stop. Oké, Sam, wat heb je dus allemaal meegenomen? Je hebt je laptopspullen, dat hoort dus allemaal bij elkaar. Je hebt 100.000 Rubik's cubes en wat heb je er meer? Een laptop. iPad. Ik heb 1000 mooie ballonnen. Ja, hij heeft allemaal ballonnen. Waarom hebben we allemaal ballonnen? Ah, vind ik leuk. Ballonnen, ja, iPad. Is het gezelliger? Heb jij maar 3 dingen? Nou, Jesse is er even 1 ding erbij halen. Kijk jongens wat voor weer het buiten is. Godverdamme, ik kan niet wachten tot het weer zomer is. Ik ben heel benieuwd hoe jullie erover denken. Ik denk dat iedereen wel een beetje toe is aan zomer om weer lekker naar buiten te gaan. Nou, dit is de kamer van Jesse en Sam. Het is een beetje een opslagplaats geworden hier. En duct tape. Duct tape. Om ons iPad op te plakken. Oké, jongens, het gaat nu officieel in. Sam die zit in zijn bedje en Jesse die zit in zijn bed. Vanaf nu, de eerste die in het bed uitkomt, heet het verloren. Oké. Kijk hoe mijn laptop opstart. Hoor maar. Kijk eens. Hoor maar goed. Zo, en ook allemaal aan de zijkanten van allemaal lichtjes en zo. Ja jongens, ik zal jullie eerlijk zeggen, Sam die maakt altijd een heel hutje van zijn bed. Ja. En nu valt het nog wel mee, maar hij had altijd hele, hele aparte plekken zo vooral. Vandaag ga ik een heel groot hut maken. Ga je nu een hut maken? Ja. Oké, nou Sam die gaat nu even een hutje maken. Ik zet even alles daar. Ik ga even naar Jesse toe. Jesse, hoe is het bij jou? Hop. Ik heb een iPad of zo. Ik ben aan het kijken hoe ik mijn iPad kan ophangen. En nou, Jesse die is helemaal gek van Donald Ducks. En konijnen. En konijnen. En drollen, kijk, hier zo. Ja, kijk, dit is mijn Donald Duck afdeling. En de Donald Duck afdeling. En dat is de konijnenafdeling. Ga jij even bij Sam kijken nog een keer? Wat zit er nou met te kijken? De bakketjes. Hey, de bakketjes. Kan je ook abonneren, jongens, als je het nog niet gedaan hebt. Jesse! Hey. Yes, kijk Jesse! Het hangt hele sneer. Lekker! En dus Among Us. Dat is die hobbeltje. De hobbels? Oh, de, oh ja. De... Like, Oh ja. Hebben ze allemaal quill mee? Ah! Hey, wat hierop? Ik kan toch een plaphand erop doen dan? Ja, alleen bij mij geen mis. Jij geen mis? Nee, jij maar. Jesse, geen dank. Echt hoor. Ik moet ze ophangen voor je. Hey, hangt er stevig ook. Nou. Maar niet op mijn tablet. Hey, Jesse heeft een mooie televisietje daar zo hangen. Sam is heel druk bezig met een hut maken. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Ik heb zo direct ook nog een leuke challenge voor ze. 2 leuke challenges zelf. Heel benieuwd hoe die gaan. Kijk, dat was lekker. Oh ja, hij zal. Oh, dat ziet er nou wel gezellig uit. Ach, de duct tape? Ja, is goed. Alleen eerst moet gewoon. Dit mag wel. Ja, dit mag wel als je op de grond komt, jongen. Oh! Je bent af, hè? Ik ben niet af.
Nee, maar wel als je de grond aanraakt. Ik zit hier lekker te wachten en ik hoor ze juist als Sammetje klaar is. Oké, nou, Sam heeft een hele mooie hut gemaakt. Sam is echt de man van de hutten bouwen. Nou, Jess is de man van op de iPad kijken. Hi. Hoi. Oké, maar moet ik hier gewoon in of wat is de bedoeling? Ja, hier moet je in. Hier moet ik in, oké. Voor ben ik nog niet klaar, maar achter wel. Oké, nou, we gaan even... Hij is achter. Oh, kijk eens. Ik heb zo'n stand, hè? Dan kan je dat? Ja, je hebt nog een tape nodig. Ja. Allemaal iPad en hier zo de... Hoe gaat het met de Rubik's Cube? Want jij kan er tegenwoordig ook één vlak. Met welke stand? Oké, rood. Je hebt er 20 seconden voor. Nee, eigenlijk rood. 20 seconden. Oh, rood. Er zit geen rood bij deze. Doe maar... Zullen we dan deze doen? Ja. Oké, rood. Rood, 20 seconden. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12. Oh, 12 seconden! Sam deed er 12 seconden over. Om rood te krijgen. Ga jij het halen 12 seconden om blauw te krijgen? Ja, denk ik. Ben je er klaar voor? Ja. Tijd gaat nu in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Oh, 12 seconden! Record! Een nieuw record! Wie wilde wat te drinken? Ja. Maar niet zomaar, we gaan een soort van challenge doen. Kijk, we hebben hier. Nee, je moet aan die kant. Nee, je moet aan die kant blijven. Kijk, we hebben hier dus. Cola hebben we. We hebben Fruit Shoot of we hebben sinaas. En voor Sam hebben we hier dus ook. Cola. Mag ik dat allemaal drinken? Sinaas. En fruit juice. Luister goed, kennen jullie de Twin Challenge nog? Nee. We zaten aan de tafel, kwam er een scherm tussen en dan gingen we kijken of jullie een beetje hetzelfde kiezen elke keer. Kan je dat nog herinneren? Oh ja, maar mogen we dan ook in het bed houden dat het lekker omdat ze kunnen drinken? Ja, die mag je zo in bed houden. Ik weet wel zeker welke Sam gaat kiezen. Jij moet er gaan nadenken welke Jesse gaat kiezen. Jesse, kies er maar eentje uit zonder te zeggen. Oké, dus jij gaat voor deze? Ja? Oké, als jullie het goed hebben, dan mogen jullie allebei wat te drinken, maar niet uit wat. En Sam, je denkt deze. Nou, laten we dat van elkaar zien. Welke was het? Ja! Hey! Ja, je mag nou kiezen wat je wilt drinken. Gaan we lekker wat drinken? Wie wil een snoepje? Ja! Ja? Oké, het is tijd voor een lekker snoepje. We hebben Mentos, fruit, Mentos drop, Mentos gewoon. Dit is trouwens geen promo, jongens. Dit was gewoon in de aanbieding bij de Kruidvat. Jesse, fruit. Dit is echt wel gewoon. Jongen, is er echt promo. Het promo is natuurlijk, anders zou papa dit nooit kopen. Dus, het is echt promo. Het is geen promo. Sam, ja? Welke ga jij kiezen? Alleen maar als jij het goed hebt gekozen, dus als jij weet wat Sam kiest, dan mogen jullie allebei een snoepje naar keuze en anders pech gehad. Ik weet wel zeker dat Sam deze niet wil, want hij houdt niet van drop. En ik denk drop dat niet. Die, en ik denk dat hij eerder van smaak zou doen. Oké, ja. Dus ik denk deze. Gaan weet je, wacht, weet je het heel zeker? Heel zeker. Ja? Nou, gaan we kijken. Hey! Nou, jullie hadden zo tweede kunnen zijn, jongens. Ja. Oké, ja. Oh, dat is duidelijk. Drop. Kijk eens, jongens en meisjes. Elke keer als ik Sam's bed zie, dan hoopte ik dat ik een kind was als een mooie boomhutbed had. Maar dan moest je wel goed zijn het boomhut te maken. Hebben jullie alles in een cadeautje? Ja. Echt? Dit is hoe jij iets open. Maar kijk eens, jongens. Het is ook knap. Ja, en dan nog dit. Oké, zo maak ik hem open. Nou wordt hier wat moeilijker. We hebben hier drie verschillende hondjes. Nou, dit is geen promo, maar de speelgoedwinkels zijn helaas dit, dus ik moest wel bij de Kruidvat iets halen. En Sam, voor jou ook drie schattige hondjes. En als je raadt welk het is, dan mag je er eentje van kiezen. Ja, ja? Want Jesse, jij gaat er eentje aanwijzen. Welke vind jij het leukste? Deze? Ah, oh, dat is wel heel zielig voor die andere. Oh, hij bedoelt het niet zo. Oké, jongens, weet je het heel zeker? Hi. Goed, Jesse die heeft ook issues. Jij kiest voor die. 3, 2, 1. Één! Ja, nou, ja, hoezo dacht jij, Sam, hoezo dacht jij dat Jesse die het leukst vindt? Hij zag een beetje uit als een konijn. Ja, mag openmaken. Zullen we Pip op het eentje verrassen? Ja. Ja? Pipje! Wil jij een cadeautje? Ja! Nou, en daar komt onze liefdallige Pipje aan. Oké, Pipje, je mag er eentje kiezen.
Welke vind je leuker? Die, die of die? Yes, wel. Echt? Oké. Wil je die hebben? Ja. Yes, nou neem maar lekker mee. Mag ik hem ook openmaken? Ja. Ja. Ah! Oh. Wat is het überhaupt? Een squirt. Is het echt een squirt? Ja. Nee. Dank je wel, schatje. Dat snap ik ook wel dat het een hond is, hè? Waarom zeg je het dan? Wat ja, wat voor soort speelgoed bedoel ik? Kan die aan of zo? Wat is de bedoeling? Zet het aan dan? Ja, dan moet je er tegen praten, dan praat hij terug. Hallo? Hallo? Dus je moet je blaffen, hè? Hallo? Oh, hallo? Sam, die krijgt om mijn vader gevoelens. Ja, zo. Zo, je kan hem wel voeden, hè? Ja, yes. God. Ja! Er zit een plakbandje op. Oh. Je moet het gewoon met liefde en respect doen. Liefde en je respect. Je doet gewoon een beetje pulk aan de plakband. Uh-huh. Dan kan je hem pakken. Uh-huh. Ah, ja. Oh, nou, dan kan je hem de fles geven. Wat... Oh, daar zit een. Wat is dat? Wat de fuck? Een konijn? Ja, die hier. Laat zien. Kijk, nou, die kinderen zitten met aan te kijken van, hoe moeten we ermee? Goed, tot nu toe hebben ze alles goed gehad. Ze hebben de drink goed gehad, ze hebben de snoep goed gehad. Ze hebben de puppies hebben ze goed gehad. We hebben er nog eentje. Als ze die ook goed hebben, dan zijn het de ultieme twins. Broers. Oké, jongens, ik heb 3 foto's uitgeprint. Er zijn 3 foto's van video's die we hebben gemaakt. Deze, die was zo lang mogelijk onder de tafel zitten. Dat was zitten. Leuk. Die, ja, die was leuk. Hè? Deze, dat was zeg maar niks, anders verklappen het. Dit was zeg maar uitlaten. Alle toetsen bij de McDonald's. Dit was uitlaten. En dit is Airo uitlaten. Of in ieder geval een video waarin we een nieuwe huisgenootje kregen. Aangezien Sam bijna had verklapt welke die het leukste vond, gaan we nu kijken welke Jess gaat kiezen. Dit vond jij van alle video's het leukste? Niet deze, niet deze, die. 100%. Wordt het die? Yeah. Ja? Oké, okay, nou dan gaan we nu kijken. Jesse, haal hem erbij. Laat maar even zien aan elkaar. Wij zijn de ultieme troontje! Hey! Woe! Nou, dat vind ik echt heel tof. Jullie weten gewoon echt heel goed van elkaar wat het is. Misschien zijn we wel twee voor. Ja, misschien wel. Ja. Het duurde al een paar jaar later voordat jij eruit kwam. Maar, papa, misschien zijn we trainingsploegs dat we elkaar heel goed, echt keigoed kennen. Ja. Dat denk ik ook wel. Nu, nou, het is 6 uur, ik ben net beneden geweest. Pip die is helemaal blij met haar knuffeltje en die is lekker aan in Polsen aan het spelen. We gaan even kijken hoe het boven gaat. Hey jongens. Hoi. Hoe is het hier? Ja, wat zijn jullie aan het doen? Ja. We krijgen heel vaak de vraag van, hey, willen jullie een keer live gaan op Instagram? Nou, ja. Dit is het moment om een keer live te gaan. Het is wel rond etenstijd, het is echt precies 6 uur. Dus heel veel mensen zijn aan het eten nu. Ja, toch. Oh, hallo. Oh, wacht. We zitten in de kastenfilmen, zit ik nou te bedenken. Want we moeten even de andere kant. Hoi! Ik ben ondertussen ook aan het filmen. Kijk, ik heb hier de camera. Even kijken hoe dat... Kijk, nu filmen ik jullie ook op ons YouTube... voor ons op YouTube kanaal. Dat is, die komt morgen al online. Jesse, hoe lang heb je al met je vriendinnetje? Hoe lang heb je er al iets mee? Maar 2 jaar. 2 jaar? Ja, iets van 2 jaar. Alleen inderdaad. Door de coronatijd spreken we niet meer heel vaak af. Nee, hoe heet je moeder? Hoe heet je moeder? Imgard. Geen idee. Je, als je haar ziet, moet je niet Imgard zeggen, maar Irm. Ja, Irm. Nou, Jesse die is daar nu druk bezig op Instagram live te gaan. En hij is allemaal vragen aan het beantwoorden. Dat vind ik ook. Ik vind, en met fans aan de praat, heel erg leuk. Zo direct is Sam aan de beurt. Sam, heb je er al een beetje zin in? Ja. Ja? Ik ben Ja, bijna. Helemaal toch. Ben je Jesse? Zeggen. Ja, ik ben Jesse. Oh my god, ben jij Jesse, ja? Ja, ik ben Jesse. Oké, okay, nou we gaan nu even naar Sammetje toe. Nou, doe je nog even zwaaien, zeg maar. Hoi! Oké, jongens en meisjes, dan we gaan nu naar Sam toe. Dat is deze jongen hier, zo. Mijn liefde snoep is... Sam houdt helemaal niet van snoep, jongens. Dat is... Ja, ik vind alles snoep lekker, dus dat is eigenlijk geen keuze. Oké, wil je de naam Tim zeggen? Tim! Welke sport doen jullie? Ik doe... Jess Square, Jess doet jumps en Pip doet op de iPad. Is Jesse irritant? Vraagt, oh, ook een Jesse. Is Jesse jouw broer irritant? Ja. Nee, maar toch is Jesse wel irritant. Hond of snoep? Hij krijgt ook echt alleen maar vragen over hond. Snoep. Oké, jongens en meisjes. Nou, Sally is ook net helemaal live geweest en daarna heeft hij zijn hoofd gestoten. Wat gebeurt er nou? Wie heeft zin in een spelletje? Ja, ik heb nog een hele leuke challenge. We gaan zo eten. Ik vraag me af of hun überhaupt het bed uitgaan. Want ja, ze liggen allebei wel goed. Zolang ze een tablet hebben.
Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar zolang er een tablet is, dan kunnen ze zich urenlang van maken. Ik mag alleen. Nee, je mag. Nee! Of! We hadden duidelijk gezegd. Ik ruik nog mijn bed aan. Nee, je hebt je bed helemaal niet aangeruikt. Jesse! Oh, je bent af! Savage heeft gewonnen! Hey! Woe! En Pip natuurlijk ook als eerste die mee is, toch gewonnen! Voor spekkenbonen! Maar ik had toch wel een hele leuke challenge. Sam, ik heb op jouw plekje heb ik een briefje van 5 verstopt. Oh nee, misschien als ligt hier nog. Op jouw plekje heb ik ook een briefje van 5 verstopt. Degene die als eerste briefje van 5 heeft gewonnen, die mag het... Houden. Ja. Oké, de tijd gaat nu in! Oké, Sam die is daar druk aan het zoeken. Oké, ik heb deze gezet. Het mag niet onder het dekbed liggen, want anders wordt alles helemaal opengetrokken. Maar goed, het kan onder de knuffels kan het zijn. Jesse is hierboven aan het kijken. Voor mij is het gewoon... Oh, Pip is ook aan het zoeken. Moet je zoeken naar een briefje van 5, Pip? En dan is die van mij. En die is dan van Jesse. En Jesse is druk tussen de kussens aan het zoeken allemaal. Waar zou die zijn? Sam, hoe is het hier? Hoe gaat het? Ik heb het niet gezien, maar... Wat jij hier geweest? Nee, die had ik al verstopt voordat jullie überhaupt de kamer in kwamen. Wat heb je? Dit is Sinas, dat is geen brief van 5. Kijk ook vooral onder de kussens kan je kijken. Je kan achter de foto's kijken of plaatjes die je overal hebt hangen natuurlijk. Huh? Ja, ze heeft achter deze foto's gekeken. Alleen deze foto's die waren dan pas net opgehangen. Dus het was een beetje moeilijk, hè? Ik heb hem! Heb je hem? Ja! Waar lag die? Hier achter. Oh, Jesse heeft 5 euro gewonnen. Nou, nah, en Jesse is de verliezer, maar toch ook de winnaar. High five. Winnaar en verliezer tegelijk. Jammer. Maar ik heb toch wel gewonnen. Ja. Ja, jongens, en dit was onze video. Wie het langste volhoudt hier op een bed. En Jesse was een stom. En ik heb gewonnen en niet gewonnen. Ik heb gewonnen. Ja, Sam heeft gewonnen. Ik moet mijn hut afmaken. Oké, nou, Sam die gaat even zijn hut afmaken. Ik moet me stoppen en dan word ik agressief. Nou, dat kind die heeft volgens mij te veel. Kijk, hij heeft inderdaad 2 blikkers van deze op, jongens. Lekker! Nou, bedankt voor het kijken. Als je nog geen abonneert, zeker abonneren. Tot de volgende keer! Doei!